Dag allemaal, welkom bij de 7e aflevering van Spelion TV. Kennen jullie ook dat gevoel dat je op de bank wil zitten en de hele dag niks anders wil doen dan tv kijken? Hebben jullie dat ook? Nou, dan gaan we nu beginnen. We beginnen de aflevering met iets spannends, wat we hebben gedaan. We zijn op een spannend avontuur geweest als archeoloog. Dat klopt, we hebben geleerd hoe het is om te graven en speuren naar oude schatten en geheimen van vroeger. Tijdens een speciale les genaamd, Nu ben je de archeoloog, hebben we alles geleerd over hoe echte archeologen werken. We hebben geleerd hoe we voorzichtig moeten graven, hoe we oude voorwerpen moeten vinden en hoe we ze kunnen onderzoeken. Het was niet alleen heel erg leuk, maar we hebben ook heel veel geleerd over de geschiedenis en hoe de mensen vroeger leefden. We geven het woord aan de leerlingen van groep 7. Het was heel leuk. We mochten ook in een zandbak, waar er allemaal echte dingen van de geschiedenis. En dan mocht je die opgraven. En dan waar zaten er allemaal fossielen in en je moest er minimaal 5 opgraven. En dan mocht je met 2 en 3-tal, omdat we met groepjes van 5 waren, mochten we meenemen en een paspoortje maken voor dat. Omdat ze nadat ze iets onder de grond hebben gevonden, moeten ze er ook iets over schrijven. Bijvoorbeeld hoe oud het is of op welke datum je het hebt gevonden. En dan moest je in de ding in zo'n kleine glazen muur in. Kleine glazen kast kijken en daar kon je kijken wat je had opgegraven. En daar mocht je het op de paspoort schrijven en als laatst kregen we een geluksmuntje van de juffrouw die ons had uitgelegd hoe je het moest doen. Ik heb geleerd dat een archeoloog niet alleen gaat opgraven, maar ook moet schrijven op welke datum je het hebt gevonden. Nu is het tijd voor een leuke podcast. Sinds meester Vaat die een operatie achter de rug heeft, is onze school waargenomen door juf Annette. Graag willen wij juf Annette vragen over haar tijd als waarnemend directrice. We zijn benieuwd naar haar ervaringen en we kunnen niet wachten om meer te horen. Hallo juf Annette, wij weten natuurlijk wie je bent, maar zou jij je voor de kijkers willen voorstellen? Ja, ik ben Annette van den Beemt. Ik ben nu 10 jaar directeur van de Groenschool in Voorburg. En dit is eigenlijk de derde week eventjes hier als vervanging van meester Vaati. En ik vind het gewoon heel erg leuk hier. Wat vond jij het leukste aan onze school? Ik vind echt heel veel dingen heel leuk aan deze school. Om er een paar te noemen, ik vind het heel leuk dat meester Vaati en ik nu dus ook samen met juf Toos elke ochtend aan de poort staat. Om iedereen gewoon even goedemorgen te wensen, want daardoor kijk je elkaar even, zie je even hoe het is, hoe de dag gaat zeg maar. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik vind dat er echt heel veel rust is in de school. Ik vind het echt heel handig dat elke juf of meester een belletje heeft. En ik vind het heel erg knap dat de kinderen dan ook heel snel stil zijn. En ik vind dat er echt hard gewerkt wordt door en de juf en de meesters, alle vakdocenten, maar ook door de kinderen zelf. Heb jij tijdens je tijd hier grappige momenten meegemaakt die je met ons wilt delen? Ja, afgelopen vrijdag had ik pleinwacht en toen waren groep 1, 2 en 3 buiten aan het spelen. En een jongen van de kleuters vroeg van, wilt u meedoen tikkertje? Nou, ik dacht, dat vind ik wel echt leuk. En ik dacht, nou ja, ik kan vast wel sneller rennen dan deze kleuter. Maar dat was dus echt niet zo. Ik moest echt heel erg mijn best doen om hem te pakken te krijgen met tikkertje. Heb je een speciale boodschap voor de leerlingen nu je tijd als waarnemend directrice voorbij is?
Ja, ik ben niet voor niks directeur geworden en niet voor niks in het onderwijs zit ik. Dus mijn boodschap is sowieso, ga alsjeblieft echt goed blijven leren. Blijf goed opletten, want dit is echt je toekomst. Die is nu al bezig. En daarnaast van blijf ook vooral gewoon heel lief voor elkaar en het leuk hebben met elkaar. Nu wat persoonlijke vragen. Wat is je favoriete eten? Ik hou eigenlijk vooral van pannenkoeken, pizza, patat. Ik heb hier in de buurt een Durum Dunner op. Die was ook echt heel lekker. Als je een superkracht zou hebben, wat zou dat dan zijn en waarom? Ja, nou, dan zou ik echt over alle kinderen heen willen om te waken dat zij gewoon een fijne jeugd hebben en dat het gezellig is en dat er gewoon, ja, het liefst zelfs wereldvrede is. Heb je nog advies voor ons als leerlingen om het beste uit onze schooltijd te halen? Oh ja, wel een mooie vraag. Dat je ook echt samen wil werken met elkaar. Dus dat je beseft dat je met elkaar, dus alle kinderen bij elkaar hier op school, dat je van elkaar kan leren en er voor elkaar kan zijn. Hartelijk dank voor je tijd, Jevanette. Dankjewel. Nou, dat was een leuke podcast. We gaan door naar het volgende onderwerp. Afgelopen 8 februari was een bijzondere dag. Farah en Ella Noor uit groep 8 hadden de eer om wethouder Hilbert Bredemeijer te interviewen. Ze deden het fantastisch. De wethouder genoot zichtbaar van hun vragen. Ben je benieuwd wat wij de wethouder allemaal gevraagd hebben? Blijf dan kijken. Hoi, hoi. Hallo. Zou u uzelf willen voorstellen? Zeker. Ik ben Hilbert Bredemeijer. Ik ben wethouder van onderwijs en van jeugd in de stad Den Haag. Wat is een wethouder eigenlijk? Een wethouder is onderdeel van het bestuur van de stad. We hebben als stad een burgemeester en 8 wethouders. En wij vormen het dagelijks bestuur van de stad, zoals dat heet. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders samen zijn we bezig om de stad te besturen. En ik mag dat dus doen voor het onderwerp onderwijs, voor het onderwerp jeugd en sport. En daar ga ik dus over de dingen die in de stad gebeuren en zorgen dat de goede dingen gebeuren voor de stad. Wat voor werkzaamheden doet u het meest? Ik ben het meest bezig om na te denken hoe kunnen we zorgen dat alle scholen, dat er goede scholen zijn en dat de kinderen op de scholen het goede onderwijs krijgen en dat iedereen in de stad de kans krijgt om echt heel veel van zijn leven te maken, om echt het beste uit zichzelf te halen. En dat betekent dus dat je heel veel aan het overleggen bent met andere mensen die heel veel verstand hebben van onderwijs bijvoorbeeld, of dat ik op bezoek ga bij scholen, dat ik gesprekken voer met meesters en juffen en vraag van, nou, wat zou je nog anders willen? Een voorbeeld is deze BIEB. We hebben hier een hele mooie schoolbibliotheek. Vroeger was die er niet. En omdat wij hebben gehoord van, nou, er zijn heel veel kinderen die willen heel graag een boek kunnen pakken of even wat meer zelf bepalen wat ze willen lezen, hebben wij gezegd, nou, dan hebben wij geld en dat kunnen jullie gebruiken om een BIEB te bouwen. Dat is een voorbeeld. Wat vindt u het leukst aan uw beroep? Het leukste vind ik dat ik, als ik een keuze maak, een beslissing ergens over neem, dat ik ook echt zie in de stad dat iets verandert. En dat dus kinderen of gezinnen gelukkig kunnen worden van iets waar ik mede, natuurlijk met heel veel andere mensen, iets over kan bepalen. Dus dat je echt ziet dat het goede dingen zijn voor mensen in de stad. Wat zou u willen meegeven aan de kinderen die zelf ook een wethouder willen worden? Oeh, dat is leuk. Ga ervoor, want het is echt een mooi beroep. En het maakt helemaal niet uit wat je hebt gestudeerd of of je goed bent in taal of goed bent in rekenen. Want uiteindelijk gaat het erom dat je het gesprek kunt voeren met mensen in de stad en kunt luisteren wat hebben mensen nodig. En dat maakt dus niet uit welke kant je straks opgaat op school. Maar zorg dat je ergens voor verantwoordelijk voelt. En dat kan dus ook de leerlingenraad zijn bijvoorbeeld, of een wijkraad waar je als wijk, de kinderen van de wijk, een initiatief kunnen nemen. Bijvoorbeeld een speeltuin of we willen meer groen in de wijk. Neem het initiatief en vanuit daar kun je dus meedenken over alles wat er gebeurt in de stad. En uiteindelijk zijn dat soort dingen veel belangrijker dan wat voor opleiding je straks volgt om wethouder te worden of om raadslid te worden of in de politiek iets anders. Dankjewel voor je tijd. Jullie bedankt. Het is hoogwaarschijnlijk dat deze aflevering uitkomt in de voorjaarsvakantie. En zoals jullie kunnen zien,
ben ik ook niet stil blijven zitten. Ik ga lekker op vakantie. Maar wat doen de overige leerlingen eigenlijk? Zijn jullie ook zo benieuwd? Daar gaan we dan. En ondertussen vraag ik de stewardess om een lekker kopje koffie. Hallo, ik ben nu in Frankrijk. Het is niet heel mooi weer, maar de zon schijnt nog steeds. Ik ga morgen naar het strand en nu blijf ik lekker in mijn gehuurde villa. Ga ik zo meteen slapen. Hallo mensen, ik ben hier vandaag bij Oostenrijk op de bergen en ik ga hier nog wandelen en ik ga ook op de kabelbaan van het uitzicht genieten van dit heel mooie land. Hallo allemaal, ik ben hier in Elazığ in Turkije. En ik ben hier gekomen met mijn ouders, met mijn broertje en mijn zusje. En ik ga eerst naar de stad om eten te halen. En dan gaan we eten en dan ga ik weer naar mijn stad. Daar is namelijk Köy. Hallo, ik ben Bethlehem en ik zit nu in de ruimte. Want ik dacht het zal leuk zijn, maar ja, valt wel mee. Ik zit nu wel te zweven. Hallo jongens en meisjes, ik ben Diana. Ik ben nu in Sofia. De hoofdstad van Bulgarije. We gaan hier heel veel eten en we gaan heel leuke plekken bezoeken. Oh, ik moet mijn gordel omdoen. We gaan zo landen namelijk. Dit was het dan voor deze aflevering. Tot de volgende keer, hè? Zou de tweede kop koffie betaald zijn, denk je?